Een hele goede morgen. Wij zijn op pad geweest in Coevorden, want wij zijn een taart op bestelling gaan halen. Ze is vandaag klaar. Het is de taart voor onze Jules. Hier, kijk ze. Boema taart. 3 jaar. Vandaag is Jules jarig en ja, hij krijgt net zoals bij vorige feestjes weer een speciale taart. Een speciaal feestje in thema en dit jaar is het Circus Boomba. En we hebben dus vlaggetjes, we hebben zijn outfit klaar liggen, we hebben cadeautjes, we hebben er ook al een paar afgegeven, we hebben kaartjes al gegeven deze ochtend vroeg, hè, want hij kon echt niet wachten. Hè. En we hebben dus nu ook de taart en dus het feestje kan deze namiddag starten. We zitten in Centerparks Hutte Heugde, daar zitten we in een cottage. Met z'n allen, met dus de mimi, de oma, de opa, Jolien en ik natuurlijk en onze kleine Jules erbij. Het is al heel gezellig geweest en ja, dus vandaag het feestje. Het zit een beetje op mijn keel. Ik heb het overgekregen van Jean. Jean heeft er wel zo wat verkoudheid met heel veel hoesten en ik begin zo te voelen dat zelf ook op mijn... Bij mij is het op mijn stem geslagen precies zo wat. Ja. Bon, we gaan de taart gaan fris zetten. En we gaan aansluiten bij het ontbijt, want daar zit nu de rest van de familie al. Ze zijn aan het ontbijten. En dan in de namiddag, wanneer dat ontbijt, wanneer dat alles gaat liggen is, dan gaan we taart eten. We gaan ons best mogen doen, want het is een grote taart. Een taart staat in de koelkast, hè? Ja, dat is goed. Ik zeg het, hè? Nee. Straks alles versieren, hè? Ja. Ja. En hier zit onze jarige op, hè? Hey, Jules. Hey, op de happy hoek birthday. Van het. Een lekker ontbijtje al. Hier in de Evergreens. Hallo. Nee. Hallo. Goedemorgen. Ik heb nog eentje ook zo gepakt. Als eentje. Ja, prima. Maar gisteren 2 of 3 was veel te veel. Wat helemaal. Is dat echt? Ja, de klaspop. Ah, de klaspop, ja. Jules zit trouwens hier op de eerste rij, hier met zijn kroontje aan. En hij heeft de hele show wel uitgezeten. Hè. Hij is flink, hè. Hij blijft mooi zitten. Hè. Ja, hij is heel mooi. Geleerd. En zullen we dan nu eindelijk mijn verjaardagsfeest vieren? En er wordt geblazen en slingers opgehangen hier in de cottage. Het is echt wel een boomba-feestje. Hè. Kijk, hier ligt ook nog een slinger klaar. Mimi is ook nog een slinger aan het maken. Lukt dat? Ja, allemaal foto's hè? Van mama, papa, oma, Mimi, Jules. Ja, kijk. Leuk hè? Heel persoonlijk ook hè? Ja. Het circus hangt ook al op tegen de muur. Dat is leuk voor straks aan een foto te maken. Ballonnetjes aan het blazen hier nog. Goed zo. Het begint hier bijna klaar te geraken. Er hangt hier overal wel een touch of Boomba. Zoals hier Boombaloo, Nanadu. Ik denk zelf dat in Plopsaland dus niet zo aanwezig is. Ja, en hier zie je ook nog dus een circus thema achtergrond. En dan daar rond ook nog een beetje Boomba slingers. Vonden we wel leuk, moet ik zeggen. Echt eigenlijk zo'n Boomba achtergrond vond ik nergens. Dus dacht ik, zo is het ook wel heel leuk. En onze taart die staat hier nu ook al. Jullie krijgen alvast eventjes een sneak preview. Kijk eens hier, dit is dus de taart. Jules, Boomba en Boombaloo. Heel veel dingetjes. En hier cijfertje 3 voor zijn derde verjaardag. Ik vind het zelf een zeer mooie geslaagde taart. Ik denk dat Jules er ook wel blij mee gaat zijn. Ja, je bestelt in Coevorden. Ja. Vlakbij, we hebben die in Coevorden gaan ophalen. Kleine zelfstandige in Coevorden gaan ophalen. Hè? Ja, dat is al heel goed gedaan. Ja, dat is top. Ja. Ja. Ah, nee, is dat? Nee. Oh, wat een Boomba-feest. Ja. Wauw. Kijk hier. Ja, mijn jaardag. Het circus. Wauw, schoon. En kijk eens, iedereen heeft een hoedje gekregen. Kijk, ook mama, hè. Opa. Boomba. Past er niet op. Past er niet op. Wauw. En oma. Ja. Stralen.
slecht, hè? En daar op het raam, Nanadu. Nanadu. En ook vlaggetjes waar dat Jules zelf op staat. Zie je het? Kijk. Ja. En hier is Jules met papa. Ja, in de auto. En waar staan de mimi's? Kijk hier. Kijk eens. De mimi's. Goed, hè? Oh, my mimi's. Wauw. En boemba en boembaloo. Ja. Leuk, hè? Ja. Mama? Wil jij? Ja. Bravo. Bravo. En kijk eens daar nog, de slingers, hè? Jules. Kijk eens. Hier allemaal slingers nog. Boomba met de konijn eruit. En daar, hiep, 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 hoera. Beetje zenuwachtig, ja. Ik pak je wel. Mooi. Leuk, hè? Ah, hallo, Boomba het konijn. Boombaloo. En dat had je al gezien, hè, daarnet. Hè? En bij de feest wordt ook een taart. Gaan wij een lekkere taart eten? Ja! Taart! Ja! 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 Oh! Oh! Mooi, hè? Ja! De Boomba taart! Mooi, hè? Ja, goed. Ja. Blazen. Ja. Blazen. Ja. Blazen. Ja. Blazen. Ik kan het. Ja. Ik kan het niet. Harder. 1, 2, 3. Ja. Blazen. Ja. Blazen. 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 Blaas. Spieren. Mooie taart, hè. Vooral dat gefeest is het zonnetje erdoor gekomen. Kijk ik eraan, zeg. Goed, hè. We staan nu aan de Kidshaven. Hier heb je een paar bootjes liggen, van die kleine bootjes. Brandweerbootje, politiebootje. En wij gaan met één van die bakkenboot gaan wij varen. Hè? Met de brandweer. Ah, voilà. Ja, trouwens één persoon maar. Eén persoon, ja. Samen met kindje. En dat wordt Jolien, samen met Jules, op het water. Ja. Gaat dat goed komen? Heb je instructies gekregen? Ja, maar dat ik moet... begrijp het nog niet over het Jules. Zal zijn eigen wel uitwijzen. Toch? Ja. Komt vast wel goed. En als het niet lukt, je hebt de reddingsvest mee. Ja. En je hebt ook vuurpijlen van achter in de boot liggen. Ja. Schiet je er maar één af. Ja. Een alarm. Ja, ja. Allee. Ja. Succes. Je moet de twee sleutels van elkaar halen. Ik heb elkaar gedaan. Is dat egal? De haal met de sleutel de boot los van de kade. IJzersleutel. Okay. Ah ja, de knoop moet ik nog losmaken. Ah ja, en de ene sleutel voor... geef maar. Het slot los te maken. Doe de rode sleutel in contact. De knoop hier losmaken alvast. Er is wat water in, of wat? Ja. Kom maar hier bij mama Jules. Jules, kom bij mama zitten daar. Zo, de knoop wordt losgemaakt aan de achterzijde en nu nog aan de voorzijde, Jan. Ja, aan de andere kant. Jules. Jules, doe maar. Dan. Ik heb de sleutel erin gestoken. Ja, wachten. De sleutel zo ver mogelijk naar links. Ja. Dit? Ja. Nee, dit ook, dit ook, dit ook, dit ook. Ja, nu moet het doen. Ja, dankjewel. Tot ziens, hè. Minneke. En ze zijn vrij, hè. Minneke is achteruit. En sturen, hè, oké. Okay. Sturen, daar staat een stuur aan. Dat gaan, papa. Dat slaat me nog op mijn naam, hè. Allee. Dag, Jules. Dag, mama, opa. Draaien. Niet tot straks. Tot straks. Dat reageert heel traag, hè, zo'n boot. Mama gaat door de sluis varen. Goed kijken, hè. Voorzichtig, hè. Boom. Ja. Yeah.
Heel goed gedaan, mama. Ja, wij nog naar papa, dag. Dag. En daar gaan ze. Met een bootje vaak. Ik vind het wel jammer dat ik niet mee kan, maar ja, langs de andere kant is voor de veiligheid dat je maar met één volwassene en één kind of misschien nog een ander kind nog erbij mag varen. Als je het ook zo ziet, ja, het is ook een klein bootje uiteindelijk. Hè. Je zou niet willen weten wat er zou gebeuren. Hè. Wij zitten hier in de boot te genieten. Oh-oh. We zitten hier op de grote vijver in tussentijd. We zitten in onze brandweerboot. En het is hier leuk, hè, Jules? Yeah. We hebben de kleine vijver al achter ons gelaten. Het is hier een grote vijver, amai. Wow. Wel zalig. Zitten we hier wel goed, dus zeg. Abai, en het zonnetje erbij. Joe. Mooi, hè, Jules? Is het hier leuk? Nee, nee. Jawel, we moeten aanhouden, niet aankomen. Aanhouden, hè, jongen? Ja, de knopjes. Jij zorgt dat we trager gaan varen. Nu gaan we achteruit, dat mag je niet doen, hè? Zij is van weer stil, jongen. Niet doen, niet doen, niet doen. Dat maar zo. Uh-oh. Ja. En de boot die vaart terug de haven in. Ze hebben een vaarttochtje gehad. En? Pijn. Hoe was het? Het was leuk hoor. En Jules? Ja. Veel branden geblust? Ja, ja. Moesten we branden blussen, hè? Ja. Om het water kunnen oppompen en kunnen gebruiken. Ik heb nog in de speeltuin ook nog gespeeld en met Jules zo veilig. Moet je kijken. Allemaal zand. Allemaal zand. Vieze handen. Dat is leuk, hè? Nee, maar het was heel erg leuk in het bootje. En het ging eigenlijk ook niet echt zo overdreven snel. Daar was ik een beetje wel wat bang voor. Ik had het zo eens eerder ooit gedaan in het Gardameer. En toen we waren direct weg. Daar was ik eigenlijk bang voor, maar gelukkig is het heel goed gegaan. Ja. Dus, ja. Het is allemaal goed verlopen. Een beetje terug gaan rusten, hè? Een beetje spelen. We zitten weer in de cottage en we zitten aan tafel. Staat er mooi gedekt met het Boomba tafellaken. Oh ja. Ah ja. Het is een Boomba-feest, hè? Maar altijd, hè. We zijn aan het tablecooken. Want dat kan je hier bestellen, hier op het park. Gewoon eventjes naar de winkel gaan en zeggen welke cottage je zit. En dan komen ze het hele... Oh, we krijgen bezoek. Het hele pakket brengen. En voilà, ze. Is het lekker? Heel lekker. Amai. Lekker vlees brengen ze, wat groentjes, wat sausjes, patatjes, pasta. Brood. Eigenlijk een complete maaltijd, hè? Hey, lekker, 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 hè? Het was een hele leuke gourmetavond in onze cottage. Wij zijn nog eventjes nog aan het uitbuiken. En de mama's en de pluspapa die letten momenteel op onze Jules. Dus ook wel weer fijn dat wij zo eventjes wel even nog wat quality time met ons tweetjes ook wel kunnen hebben. Met ook jullie erbij wel natuurlijk. En het is hier gewoon prachtig mooi. Kijk, je hebt hier een meer. Super romantisch. Een fontein daarbij. Dus echt gewoon super zalig. We gaan hier nog genieten voor deze avond alvast. En morgen zie je wel heel graag weer voor een nieuwe video.